Goedemorgen, mijn naam is Kessie Magiga. Vandaag neem ik jullie mee door mijn leven, voornamelijk vanuit Ichthus. Ik studeer HBO-ICT. Vanavond is er een activiteit van Ichthus en geef ik jullie informatie. Maar ik ga nu weer lekker sporten. En ik geef jullie de mogelijkheid om vragen te beantwoorden. Joe. Mijn training, ja, die ging echt heerlijk. Even de slaapkop eraf, even lekker die spieren losgooien. Dat was echt een lekkere manier om je dag te beginnen. Nu even online college volgen. Een paar uurtjes. En een lekker bakje koffie erbij. En daarna begint de informatiestroom van Ichthus. Ik heb nu eventjes een moment tussen colleges door. Dus ik kan beginnen te vertellen wat Ichthus is. Wat we doen. En hoe ik erbij ben gekomen. Ichthus is een christelijke studentenvereniging in Zwolle. Met veel gezelligheid en diepgang. En een plek waar je jezelf leert ontwikkelen. Nou ja. Dat zie je weer terug in de dingen die wij doen. Namelijk, je hebt een kring, je kan je aansluiten bij een familie, activiteiten en commissies. Dus, nou ja, genoeg te doen binnen Ichthus. En nog veel meer. Ik ben erbij gekomen door de Bruisweken. Zo, nou ja, kwam ik een keer gesprek met mensen van Ichthus. En zodoende heb ik me aangesloten naar de introdagen. Nou ja, ik ben gewoon heel een avontuur voor mezelf aangegaan. En ik heb er nog geen moment spijt van. Dus, erg leuk. Een vraag die mij enorm vaak gesteld is... wat ik het leukst vind binnen Ichthus. Nou ja, om deze vraag te beantwoorden, ga ik stiekem ook een beetje naar een andere vraag kijken, namelijk, wat is de balans tussen diepgang, geloof en gezelligheid? Juist die balans vind ik zo enorm leuk. En dat zie je ook weer terug in je kring. Dat is gewoon een proces waar je in komt, wat gewoon gebeurt. En daarin vind je juist een hele mooie balans met elkaar. En dat is per iedere kring verschillend. En dat maakt het ook gewoon zo dynamisch. Niet iets wat gewoon vastzit en waar alles zo blijft. Dat vind ik juist heel erg leuk. Dat het om de zoveel tijd gewoon verandert. En zo beantwoord ik ook gelijk die andere vraag. Hoe is de balans? Nou ja, dat je gewoon per kring eigenlijk een balans opmaakt. Dat met elkaar kan, uiteindelijk kan een beetje aanvoelt en afspreekt. Nou ja, bedankt voor het kijken van vandaag. En de groeten van... Joejoe!